Wil jij een heerlijke, snelle en voedzame salade klaarmaken, dan is deze kousenbandsalade zeker wel iets voor jou. Wat je ervoor nodig hebt is 150 gram speldcouscous, 200 ml kokend water, 1 theelepel blakka spices mild of spicy, een bosje kousenband, 1 rode ui, een halve paprika en tot slot vegan ketchup naar smaak. Wat je als eerste doet is een pan water op vuur zetten. Ondertussen was en snij je de kousenband in stuks van ongeveer 2 cm. Wanneer het water kookt, voeg je de kousenband in een stoommandje en zet je het op de pan. Laat het ongeveer 5 minuten stomen en na 5 minuten voeg je de blakka spices toe en hussel je het door elkaar. Dan maak je de speldcouscous klaar. Dat doe je door water, kokend water over de speldcouscous heen te gieten en het even te laten rusten. Wanneer het water is opgenomen, roer je het even door en is je speldcouscous eigenlijk al klaar. Vervolgens snij je je ui in ringetjes en was en snij je de paprika in blokjes. Deze twee, zowel de ui als de paprika, voeg je dan bij de speldcouscous en roer je het door. Als je kousenband ook klaar is, voeg je die ook bij de schaal en roer je het weer door. Tot slot voeg je de vegan ketchup toe. Je kan dit gewoon naar eigen smaak doen. Je kunt gebruik maken van vegan ketchup uit de winkel, maar je kan natuurlijk ook je eigen maken. Wij hebben zelf een sojavrije variant gemaakt en die hebben wij toegevoegd. Roer alles weer nog één laatste keer door en je salade is klaar. Binnen 15 minuten heb jij deze heerlijke voedzame salade op tafel staan. Je kunt het gewoon voor de lunch gebruiken, maar je kan het ook makkelijk voor bij het avondeten gebruiken. Heb jij deze salade uitgeprobeerd? Laat het ons dan vooral weten via onze social media of onze website. Wil je andere recepten van ons zien? Ga dan naar blakkaonline.nl of bestel ons boek De Kracht van Jouw Eten op blakkaonline.nl.